Zit altijd zo te kloten met de hoogte van die camera, maar volgens mij staat hij zo wel goed. Welkom bij een nieuwe video, leuk dat jullie weer kijken. Ik ga vandaag een shoplogje opnemen, heb ik echt al super lang niet meer gedaan. Vraag me niet waarom ik dit vandaag ga doen, want het is echt bloed en bloedheet. Ik ben nu al helemaal bezweet. Het is 38 graden, maar er is summer sale en ik ben vandaag vrij, dus ik wilde dit vandaag gewoon even lekker doen. Ik ga de stad in. Oh ja, het is... Ik had geen kracht om mijn shirt te strijken. Sorry mam, want als je dit ziet, dan vraag je natuurlijk weer waarom ik mijn shirt niet heb gestreken. Tot zo! I made it, jongens. Ik ben in de Zara en ik heb in de sale echt nog best wel wat leuke dingen kunnen vinden. Dus ik ben benieuwd. Eerst is dit rokje. Nepleer... Sky-achtig rokje en dit topje moet ik eerlijk zeggen, die is niet uit de stil, maar hij was wel maar 10 euro. En ik vind dit wel echt heel leuk, eigenlijk. Rokje hebben ze er echt nog super, super veel van in alle maten. Dan hebben we deze, die vond ik ook echt heel leuk. Ik film heel eventjes zo, want dan kan je het stofje een beetje zien. Een soort van satijnachtig, maar hij is dus best wel dik voor de zomer. Dus ik denk, ja, ik kan nu wel, maar... Dit is ook in de winter gewoon echt heel leuk. En dan gewoon met een leuke trui en gewoon een panty. Leuk, setje 2. Goed gekeurd. Nou, dan hebben we dit. Het zag er op de hanger echt heel leuk uit. Het heeft een kantje aan de onderkant. Maar aan... Ja, sowieso die bandjes kan je wel verstellen, dus die zouden wel iets hoger kunnen, maar nee. Ik zeg eerlijk, ik vind het wel echt heel leuk, maar ik denk dat... Dit weer echt iets is wat ik nooit ga dragen, maar misschien voor iemand anders is die wel echt heel leuk. Want het kleurtje is wel echt heel leuk. Nee, deze... Nee. Maar, ja. Twijfel, maar ik denk gewoon dat ik hem niet ga dragen. Nou, dit ga ik snel weer uittrekken. Dit topje, ik weet niet wat me bezielde, maar ik vond dit broekje heel leuk en ik kon er niks leuks op vinden. Dit zou ik normaal echt nooit pakken en het is ook gewoon echt niks voor mij. De kleur en veel te bloemerig en veel te girly. Nee, afschuwelijk. Jongens, deze jurk is echt geweldig. Als je maat XS bent, want dat was de enige maat die er nog is. En ik pas hem dus niet, hij zit echt veel te strak bij mijn armen. Maar hij is echt heel leuk, kijk. Te leuk. Rennen naar de Zara. Jammer, man. Nou, ik kom dus net uit de Zara. Ik ben nu even onderweg aan het lopen naar een andere winkel, want daar heb ik iets gekocht. Wat ik jullie echt wil laten zien. En ik ga kijken of ik daar nog meer outfitjes kan shoppen. Dat zou wel leuk zijn. Ik ben dus in de CNA en ik kom daar eigenlijk bijna nooit, maar deze legging, die heb ik dus thuis al. Die heeft me via de etalage naar binnen getrokken en ik heb dus echt heel veel leuke dingen gevonden. Kijk, deze spiegel is wat beter. Dit is gewoon van de CNA. 3 halen, 2 betalen. Ik ga jullie nog meer leuke dingen zien, dit is echt heel leuk. Nou, ik ben dus thuis uit de stad en 3 keer raden wat ik dus heb gekocht, waarvan ik had besloten om het niet te kopen. Deze jurk. Maar ja, hij was nu 10 euro. Dus ja, als je hem dan niet zo heel vaak draagt, is het niet zo erg. Oké, ik ben benieuwd welke outfitjes jullie het leukst vinden. Laat het even hieronder weten, welk nummertje. En misschien draag ik dan die outfit.
Nou, een festivaletje volgende keer. Bedankt voor het kijken.